Hallo iedereen, welkom. Ik ben Leni en dit is de video voor de nieuwe maan in Waterman op 1 februari 2022. Ja, afgelopen week heb ik via via vernomen dat toch sommigen onder jullie niet altijd voldoende geluid hebben of dat het geluid te zacht is bij mijn video's. Ik ben daar de afgelopen week wat mee bezig geweest en ik probeer wat nieuwe dingetjes uit. Dus ik ben zeer benieuwd hoe het bij deze video gaat overkomen. Het is blijkbaar zo bij bepaalde smartphones en zeker voor wie zonder oortjes naar mijn video's kijkt en luistert, dat het geluid wat te zacht kan zijn. Nu, ik heb eerder alles ondertiteling toegevoegd aan de video's, maar omdat ik merkte dat dat weinig werd aangezet, ben ik daar op een bepaald moment mee gestopt. Maar voor wie nog problemen mocht hebben, ik ga mijn best doen van zodra de video online staat, om die ondertiteling bij te werken. Dus geef mij een dagje of twee om die ondertiteling er netjes onder te zetten, zodanig dat iedereen naar mijn video's kan kijken en luisteren. Ik zal straks in de community nog een apart berichtje plaatsen daarover. Ik wil ook gelijk meegeven dat ik de dagenergievideo's ga verder zetten. Dus de interesse groeit. De mensen die zich inschrijven voor de maandabonnementjes, die worden talrijker. Dus ik ga daar toch verder mee in februari en hopelijk ook in maart. Dus als je graag de video's volgt en je kan om een of andere reden geen lid worden van mijn kanaal, ga dan even een kijkje nemen via mijn website. Ik zal de link onderaan deze video plaatsen. Oké, dan gaan we eens het wat hebben over de nieuwe maan in Waterman. Ik ga het even hebben over de algemene energie. Zometeen doen we een reading. Wie graag onmiddellijk doorklikt naar de reading, tijdstip vind je ook in de beschrijving onderaan de video. Ja, de maan in Waterman. Alweer een nieuwe cyclus, nieuwe maancyclus. En deze nieuwe maan zal ons vooral helpen om de dingen anders te bekijken, om dingen anders te zien. En dat zal blijkbaar wel nodig zijn de komende maand. Alles wat er gebeurt rondom ons, alle berichten die we ontvangen, alle dingen die we zien, die we merken, dat we daar even bij stilstaan en dat we leren om dat eens van een andere kant te bekijken. Ons daar eens wat meer vragen bij durven stellen. Dus het anders durven kijken naar dingen, dieper ingaan op bepaalde zaken, jezelf vragen durven stellen, een beetje openstaan voor een andere visie. Hè? Als de ander op een andere manier denkt of op een andere manier in het leven staat, dat wij ons daar ook wat meer voor gaan openstellen. En blijkbaar ook het aanpakken, dus er zit een klein beetje vuurenergie in deze nieuwe maan ook. Hoe we bepaalde dingen aanpakken, hoe we bepaalde dingen in beweging brengen, dat we dat ook eens durven bekijken en eens durven uitproberen. Een andere aanpak, een andere manier van doen. Nu, de energie van Waterman helpt ons datgene te zien wat we voordien nog niet durfden zien, of waar we nog niet aan toe waren, wat we nog niet konden toelaten in ons leven. Dus de kans is groot dat we de komende 2 weken vooral, dat we plots tot bepaalde inzichten komen, of dat we dingen die we eerder al hebben gezien en wat aan kant hebben geschoven, dat we daar toch even onze aandacht op richten. Het is een zeer belangrijk iets voor de komende tijd, ook naar begin maart toe. Want het is belangrijk dat we niet alleen voelen, maar dat we ook durven zien. Dat we ook durven kijken naar de dingen. En het zit hem vaak in de details, in de kleine dingetjes. Misschien ook een beetje de energie onderzoeken. Uiteraard, de energie voelen. Hoe voelen bepaalde zaken voor jou? Hoe bewegen bepaalde zaken in jou, rondom jou? En daar ook eens durven gaan naar kijken, tussen haakjes, durven gaan naar kijken en dat een beetje gaan onderzoeken. Van waar komt dat?
Hoe komt het dat bepaalde zaken op een bepaalde manier bewegen? Hoe komt het dat nu plots bepaalde zaken veranderen? En voor onszelf persoonlijk ons toch een aantal vragen durven stellen. Van hoe zou het anders kunnen zijn? Hoe kan ik het anders aanpakken? Wat als mijn leven er compleet anders uit zou zien? Het is alsof de energie ons uitdaagt om een beetje te wennen aan iets wat we niet gewend zijn. Hè? Dat we onszelf openstellen voor een totaal andere manier van leven. En dat we toch ook gaan zien dat er meer mogelijk is. Dat we dat oude definitief loslaten en dat we wat creatiever zijn. Hè? Wat als de dingen die we zien of altijd hebben gezien, dat die plots anders blijken te zijn. Alsof we daar worden op voorbereid. Hè? Dat plots andere beeld wat we kunnen krijgen van bepaalde zaken. Of hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Het zou kunnen zijn dat we een bepaalde tijd of misschien al heel ons leven ervan uitgaan dat bepaalde zaken waar zijn. Dat we daar gewoon heel ons leven al in hebben geloofd, dat we dat hebben aangenomen. En dat we er nu achter komen dat dat niet klopt of dat dat niet meer bij ons past, dat dat niet meer onze waarheid is. Of dat het nooit onze waarheid is geweest. Nu, de planeet Venus die loopt direct sinds afgelopen week. Daardoor wordt een cyclus van 1,5 jaar afgesloten. En dat kan zorgen voor bepaalde verschuivingen. Als het gaat om relaties, contacten en dergelijke. Dat kan zijn dat bepaalde stukken worden afgesloten in relaties. Maar het kan uiteraard ook zijn dat relaties een nieuwe energie krijgen of dat nieuwe contacten ontstaan. En dat thema komt ook bij deze nieuwe maan in Waterman naar voren. Het kan zijn dat we ons plots heel anders voelen binnen onze relaties. Ten eerste omdat we de ander helemaal anders gaan zien. En dat was de afgelopen week heel erg het geval. Daar heb ik het over gehad in mijn dagenergievideo's. Er kunnen conflicten zijn ontstaan, moeilijke gesprekken zijn ontstaan. Het was de afgelopen week vooral belangrijk dat we een duidelijk beeld kregen van de ander. En dat zou kunnen zijn dat we daarin een beetje zijn teleurgesteld. Hè? Dat we de ware aard van de ander hebben gezien. En dat komt nu bij deze nieuwe maan ook naar voren. Dat we plots merken dat iets niet meer goed voelt. Of dat de ander om welk contact het ook gaat, of het nu een werkrelatie is, of een vriendschap, of een liefdesrelatie, een familierelatie, dat plots heel anders aanvoelt. Dat vertrouwen er plots niet meer is. Dat het is alsof ons hart voelt dat we nood hebben aan meer, aan iets diepers, aan iets wat een andere betekenis heeft. We kunnen ons met deze nieuwe maan nog meer openstellen voor nieuwe contacten, maar vooral voor diepgaande contacten, relaties, verbindingen, zielsconnecties ook uiteraard. En misschien merk je dat je plots anders gaat denken over liefde en over relaties. Dat je gewoon bent gegroeid, dat je nood hebt aan een andere vorm van verbinden, aan liefde. Wat dat ook voor jou mag betekenen. Nu, ga hier niet te veel over nadenken. Want we zitten natuurlijk met die luchtenergie. Het is belangrijk dat we ons bewust blijven van onze gedachten. Van wat we denken. Dus ga niet te veel nadenken. Of proberen te analyseren waarom bepaalde dingen nu plots anders voor jou voelen. Het belangrijkste is dat je het toelaat. Zo ga je ook trouwens dingen aantrekken die jouw gevoelens ondersteunen. Als jij durft toe te laten dat jij nood hebt aan een andere vorm van verbinden, of dat je iets mist in je huidige relaties, spreek dat uit, schrijf dat op, geef dat gewoon toe aan jezelf. En je hoeft daar eigenlijk niets aan te veranderen, maar door het
accepteren van het feit dat jij je zo voelt, ga je jezelf openstellen voor ja, datgene wat beter bij jou past. Of die relaties of contacten die beter bij jou passen en die jou meer kunnen ondersteunen. Omdat je bent doorgegroeid, omdat jij nu nood hebt aan iets nieuws. Nu, daarbij komt een heel zachte energie naar voren. Dat komt vooral omdat we de afgelopen tijd vooral voor onszelf zijn gaan zorgen. Dat kwam uiteraard ook in de dagenergievideo's naar voren. Dat we in die waterenergie veel sterker staan. Dat we ons meer bewust zijn van onze gevoelens. Dat we daar ook veel beter mee kunnen omgaan. En dat we ook durven luisteren naar ons lichaam, naar wat we voelen en dat we daar misschien veranderingen in aan hebben gebracht, waardoor we toch iets beter in ons vel zitten. Wat ik ook wil meegeven, en nu we naar februari gaan, maart zeker, maar februari zie ik een beetje als een overgangsmaand. Die heel vermoeiende periode die is wel nu achter de rug. Velen zullen daar heel blij mee zijn. Die hele zware vermoeidheid van de winter die is grotendeels achter de rug. Dus nog eventjes in de rust blijven. Zeker dat evenwicht behouden. Luisteren naar ons lichaam. Niet te snel gaan. Ook zoals bij de volle maan. Ga niet te snel. Van dag tot dag, van moment tot moment. Voelen wat jij nodig hebt. Pas desnoods je plannen aan. Kies iedere dag voor datgene wat voor jou goed voelt. We mogen nu even stilstaan. Voelen, kijken wat wij nodig hebben. Gaan voelen wat wij nodig hebben. Ook kijken wat er rondom ons gebeurt. Dan ook gaan voelen wat dat met ons doet. Even gaan kijken wat er allemaal in ons leven aanwezig is. En dan verder gaan voelen en onderzoeken wat we daarmee kunnen of mogen doen. En dan krijgen we daarbij ook die waterman-energie. Onze tijd nemen om de dingen een beetje van verschillende kanten te bekijken. Ons leven ook eens op een andere manier gaan bekijken. Onszelf de vraag stellen van, is dit nog wel wat ik wil? Ook even anders naar onszelf durven kijken, uiteraard, dat hoort er ook bij. Welk beeld hebben wij van onszelf? Klopt dat wel? Hoe voelen we ons? Klopt dat met hoe we naar onszelf kijken? Hoe we onszelf behandelen? Wat we onszelf toestaan? Zorgen we wel voldoende voor onszelf? We hebben al heel veel werk gedaan. Hè? We zijn door een heel intense periode heen deze winter. Het was niet altijd even makkelijk. Hè? We zijn door hele diepe stukken gegaan. Maar het loont blijkbaar wel. Hè? Als we kijken naar de algemene energie, die waterenergie die ik daarnet noemde. We zijn stabieler geworden, gevoelsmatig, ook energetisch. We weten veel beter hoe we met bepaalde gevoelens om kunnen gaan. En dat zorgt voor wat meer harmonie. Dat kwam trouwens ook al bij de volle maan naar voren in de kaartlegging. Meer harmonie. Het respect voor onszelf, ook wat daarbij hoort. En dat zorgt dat we echt wel in die zelfliefde komen. Dat respect voor onszelf. Dat we onszelf eigenlijk ofwel nog aan het aanvaarden zijn, of dat we onszelf grotendeels al hebben aanvaard. En nu mogen we rondom ons kijken. Onze directe omgeving. Je vrienden, je familie, je woning, je buurt. Even kijken wat er gebeurt, hoe we de dingen aanvoelen, interpreteren, hoe onze innerlijke wereld verbinding maakt met alles wat er rondom ons gebeurt. Dus deze nieuwe maan vraagt ons om de komende weken heel goed naar de dingen te kijken die rondom ons gebeuren. Durf de dingen in vraag te stellen, niet voor een ander, maar puur voor jezelf. We mogen onszelf nog altijd op de eerste plaats stellen. Eerst voor onszelf. Wat is belangrijk voor jou? Wij mogen nu leren om op een andere manier naar de dingen te kijken, maar het vooral bij onszelf te houden.
We kijken nu heel puur en zuiver naar onszelf. En van daaruit kunnen we op een heel mooie, misschien zelfs geduldige manier naar de zaken, naar de mensen rondom ons gaan kijken. En deze nieuwe maan kan ons daarbij heel veel inzichten geven. Oké, ik ga het hierbij houden voor de inleiding. Ik ga mijn camera verplaatsen en dan ga ik via de tarot van het goede eens kijken wat deze nieuwe maan ons nog meer te bieden heeft. Oké, we gaan zo meteen eens kijken wat de kaarten ons te vertellen hebben. Laat me zeker weten in de opmerkingen of het geluid voor jou oké is. Ik zal ook mijn best doen om voldoende te articuleren. Maar zoals eerder gezegd, ik zal ook werken aan de ondertiteling, zodanig dat jullie ook via die weg mooi kunnen meevolgen. Ik wil ook graag meegeven dat ik de laatste dagen heel veel rozenkwarts, zoals je hier ziet, en rookkwarts bij mij heb. Dat geeft mij nu een heel fijn gevoel. Rozenkwarts, het hartchakra. Rookkwarts werkt aardend, maar op een heel zachte manier. Het is een van mijn favorieten trouwens, rookkwarts. En dit is de tarot van het goede. Ik ga ook mijn best doen om wat beter te articuleren. Blijkbaar mijn Vlaams accentje is toch niet voor iedereen even goed verstaanbaar. Maar daar dient ook de ondertiteling voor. De energie. De nieuwe maan in Waterman. Intussen februari. Algemene energie, de basisenergie, de nulkaart. De nulkaart, de eerste kaart uit de grote arcana. De Fool, nieuwe begin, een compleet nieuwe start. We zitten compleet in die nieuwe energie. We hebben een heel grote cyclus, een heel grote periode afgerond. En dit is compleet nieuwe energie die al aanwezig is, die blijkbaar, ik voel hier heel veel rust bij. Het is trouwens ook een energie die ons heel veel laat zien. Wat ik hier ook bij krijg, is dat het belangrijk is dat we onze tijd nemen om te kijken wat er naar ons toe komt. Dat we niet te snel gaan handelen. Dat we die nieuwe energie volledig naar ons toe laten komen. Dat we onszelf ook de tijd geven om die nieuwe energie heel goed te voelen, zodanig als we keuzes maken, als we beslissingen nemen, dat we dat toch gaan doen op een manier die bij ons past, of dat we gaan kiezen voor die dingen die helemaal bij ons passen. Het is voor mij ook een energie die aangeeft dat er meerdere zaken in ons leven kunnen gebeuren de komende tijd, dat er meerdere dingen of mensen naar ons toe kunnen komen en dat we onze tijd mogen nemen. Om eventjes te voelen van wat dat met ons doet en toch het ontdekken wel een beetje, het durven toelaten, even gaan voelen wat dat met ons doet. Misschien ontdekken we wel op die manier hele nieuwe dingen. Zaken die we nooit eerder hebben gedaan. Bepaalde nieuwe interesses die plots opduiken. Zaken die ons voorheen nooit echt hebben geïnteresseerd, waar we ons nu plots door aangesproken voelen. Of bepaalde mensen. Mensen die je wel kent, maar die jou nu plots jouw aandacht trekken. Mensen die nu plots, die je nu plots echt kan zien. Of die jou een bepaald gevoel geven. Een fijn gevoel geven. Dus we zitten helemaal in die nieuwe energie. Het is een heel nieuwe start, een heel nieuw begin. Ga eens kijken naar het bewuste stukje. Kunnen we voelen, weten op dit moment. De ster. Nog een stukje heling. Al voelt dit voor mij heel erg zacht. Dit is ook nog een stukje afronding van een groot transformatieproces. Maar het is wel een kaart die zegt van blijf hoopvol. Blijf positief.
Blijf heel dicht bij jezelf. Wees je ook bewust van je gedachten. Wat je denkt, blijf positief. Zorg voor positieve gedachten. Ook als je, ik zou eerder zeggen, blijf vooral heel erg in het moment. Maar mocht je toch naar de toekomst toe bepaalde zaken willen ondernemen, ga er dan vanuit dat alles goed zal verlopen. Nu, om een of andere reden, ik weet niet wat het net is. Ik krijg hierbij wel dat die energie die vorige week aanwezig was, dat we dat ook nog wat kunnen voelen. Bepaalde spanningen tussen mensen. Een spanning die voor wat discussies kan zorgen, misschien wat conflicten kan zorgen, wat oneenigheid kan zorgen. Dat zich nog een beetje doorzet, maar dat net een heel helende energie is. Ik had eerder het gevoel dat vooral in families op dit moment plaatsvindt. Hè, dat er heel veel geheeld wordt. Dus jouw wortels, hè, daar waarvan je afkomstig bent, hè, jouw basis, jouw fundering, dat is ook jouw familie. Dat er daarin in dat stukje heel veel geheeld wordt. Dat kan zijn dat je dat gewoon in jezelf voelt. Dat oude familiestukken, bepaalde gebeurtenissen, dingen van vroeger, dat wordt geheeld. Of het kan ook zijn dat je in contact komt met bepaalde familieleden. Dat kunnen ook vrienden zijn, mensen die al heel lang in jouw leven zijn, die je ziet als familie of altijd hebt gezien als familie. En dat daar plots een beetje spanning ontstaat. En dat net is om jou te helpen om bepaalde zaken los te laten of bepaalde inzichten te krijgen. En dan het onbewuste, waar zijn we ons nog niet bewust van? Wat wil het universum ons zeggen? Wat is er nu al aanwezig? Wat we nog niet zien? Wat we nog niet weten? Het onbewuste stukje, oké. Duidelijke kaart. De vier van aarde. En dat is iets wat al heel vaak is teruggekomen. Is denk ik al sinds vorige zomer. Het definitief durven loslaten. We staan op het punt om vooral alles wat ons in het verleden een bepaalde zekerheid heeft gegeven. Of waarvan we dachten dat het ons een bepaalde zekerheid gaf. Dat we dat nu definitief mogen loslaten. Dus we hebben nog een heel klein beetje de neiging om ons vast te houden. En het is blijkbaar belangrijk dat we definitief loslaten. Nu, het is wel een vier-energie, aarde-energie. Dat is meer het praktische, het financiële, het materiële ook. Dus we mogen wat meer afstand nemen van bijvoorbeeld bezittingen. Dat kwam in de vorige video ook al naar voren. Wat ik hier vooral bij krijg, is dat we mogen verder bewegen. Ook in het hele aardse stukje. Als we behoefte hebben om dingen uit te breiden of om bepaalde zaken in beweging te zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om carrière of bepaalde activiteiten, bepaalde hobby's. Ook je sociale leven hoort daarbij. De plek waar je woont, als je daar veranderingen in wil aanbrengen of je wil net iets opbouwen, dan is het een goede tijd, maar zorg dan dat je het oude eerst durft los te laten. We hebben, en dat is heel, heel menselijk, we hebben altijd wel de neiging om eerst het nieuwe op te zoeken en dan pas het oude los te laten. Maar zo werkt het niet. Eerst het oude loslaten en dan komen we zo'n beetje in een lege ruimte terecht en dan kunnen we gaan opbouwen. Wat ik hierbij krijg is dat de energie wat trager gaat, maar net om ons te helpen stap voor stap goed te gaan voelen en toch iets op te bouwen. Ik krijg een heel stabiele energie. Ik krijg hierbij een heel stabiel gevoel. Trouwens, die vier energie geeft het al aan. Hè. Dingen komen in evenwicht. Dingen worden gelijk gemaakt, gelijk gebracht. Ik spreek nu eventjes vanuit de energie. Dus alles wat niet in evenwicht was, alles wat niet gelijk verdeeld was, dat wordt nu opnieuw in evenwicht gebracht en het is ook aan ons om dan alles wat eigenlijk niet meer resoneert met ons, wat ons ook uit ons evenwicht kan halen, om daar definitief afscheid van te nemen, zodanig dat we vanuit een heel stabiele
heel stevige energie, kunnen verder gaan, misschien dingen kunnen opbouwen, misschien dingen een andere vorm kunnen geven. Dus daar zit een voor mij belangrijke boodschap. Hou niet te veel vast aan dat wat voor jou vroeger belangrijk was. Door dat een beetje los te laten, daardoor creëer je ruimte voor het nieuwe wat nu aan het binnenkomen is. Het nieuwe wat naar jou wil toekomen. Ook in het aardse. Dus het is een periode waarin we heel veel nieuwe dingen mogen verwelkomen. Ook in het 3D-stukje blijkbaar. En dan ook eens kijken naar de energie rondom ons. Dat is niet echt onze energie, maar wat er rondom ons gebeurt. Dat kan ons beïnvloeden of dat kan ons net heel erg ondersteunen. Trouwens, ik geef ook even mee dat de manier waarop ik deze kaarten leg, dat dat ook de manier is waarop ik de korte persoonlijke readingjes doe. Die vind je op mijn website. Dus mocht je graag zulke kaartlegging hebben voor jezelf, een korte reading, om even te kijken wat er voor jou belangrijk is op dit moment, dan kan je die aanvragen. De link vind je ook onderaan de video. Weer even, wat gebeurt er rondom ons? Wat daagt ons uit? Wat ondersteunt ons? Wat is de energie? Wat komt er van buitenaf? Oké, nee, toch geen duidelijke kaart. Ah, het duurt eventjes, af en toe. Oké. De koningin van vuur. En die was er eerder ook al een keertje bij. Het gaat om zelfvertrouwen. Onzeker voelen. Ook het beeld wat we hebben van onszelf. Het is alsof onze omgeving ons wil laten zien waar onze kracht zit. Ik kreeg hier toch een beetje het gevoel van projectie. Anderen die hun gevoelens op ons kunnen projecteren. Net omdat de ander merkt dat wij meer in onze kracht komen. Dat wij meer... meer zelfvertrouwen krijgen, dat we ook in staat zijn om alles wat we ondernemen, dat succesvol kan zijn. Dus dat we steeds meer in onszelf gaan geloven, dat we steviger in het leven gaan staan. En dat kan ervoor zorgen dat bepaalde mensen hun onzekerheden, hun angsten op ons gaan projecteren. Dus dat kan zijn dat je dat voelt. Nu, dit is heel erg vanuit onze vrouwelijke energie, de koningin van vuur, van staven. We zijn in staat om ons daar wel boven te stellen. Maar het is wel belangrijk dat we daar naar kijken, naar het gedrag van anderen. En we hadden het daar straks al, of ik had het daar straks al over, die conflictjes en die spanningen die de afgelopen week al aanwezig waren en blijkbaar zet die energie zich nog wat door. Ja, er is een reden waarom die spanningen ontstaan tussen onszelf en de ander. En dat zou best wel eens kunnen. Dat wij ons meer, ten eerste dat wij meer gegrond zijn, maar dat we ook veel meer aan het doen zijn vanuit onze eigen energie. En dat lijkt me dat zelfs logisch dat er een bepaalde spanning ontstaat. Of dat de ander ons wil tegenhouden. Dat de ander ons terug in dat onzekere stukje wil brengen. Maar dat wij nu kunnen zien wat de belangen zijn van de ander, waarom de ander zich zo gedraagt. En nog meer, wat ik hier ook bij krijg, is dat we de ware aard van de ander gaan zien. Waarom gedraagt de ander zich zo? Is de ander zichzelf wel? Of komt daar nu plots die heel onzekere kant in de ander naar boven? Dat is trouwens iets wat je heel vaak ziet, of wat ik zelf ook heel vaak merk in consulten. Op het moment dat iemand gaat doorgroeien, op het moment dat iemand bepaalde zaken gaat ondernemen of op zijn minst plannen gaat maken om bepaalde zaken te gaan doen in het leven, dat er vanuit de omgeving bepaalde reacties komen. Zoals, zou je dat wel doen? Weet je dat wel zeker? Wat als dat mislukt?
Heb je daar de financiële middelen wel voor? En eigenlijk is dat een teken dat de ander ziet dat jij helemaal in je kracht komt. En dat de ander voelt, als jij datgene gaat doen wat je van plan bent om te doen, dat je best wel eens succesvol zou kunnen zijn. En dat de ander jou probeert uit evenwicht te brengen. Daarom niet heel bewust, hè? Maar gewoon omdat de ander dan voelt dat jij in staat bent om iets te doen wat hij of zij niet kan of nog niet kan. Dus dat jij aan het doorgroeien bent. Dat jij jezelf aan het ontplooien bent en dat je op het punt staat om iets te doen vanuit jouw kracht, hè? Vanuit ja, jouw passie, vanuit jouw vuur. En dat kunnen we heel erg gaan voelen. Dus laat je zeker niet van je stuk brengen door de reacties van anderen. Doe vooral datgene wat voor jou goed voelt. Al geeft deze kaart voor mij ook wel aan dat er veel meer mensen ook nu dat vuur in zichzelf voelen. Dus het kan ook zijn dat je in contact komt met bepaalde mensen die vooral vanuit hun vrouwelijke energie aan het ondernemen zijn. Dat je dat gaat merken, dat steeds meer mensen in jouw omgeving ook in die heel krachtige energie komen. Dat heel veel mensen zich niet meer aan kant laten schuiven. Dat heel veel mensen hun onzekerheden en hun angsten hebben overwonnen. Staan op het punt om te creëren. Hè? Die nieuwe energie is compleet aanwezig en wij gaan daarin mee. En wij zijn in staat om vanuit die heel nieuwe energie ook dingen tot stand te brengen. Dan een inzichtje. Wat is belangrijk met deze nieuwe maan? Waar mogen we nog wat extra aandacht aan besteden? De 21 uit de grote arcana. Het complete stukje. De wereld. Het complete. Alles valt op zijn plaats. Alle puzzelstukjes vallen op zijn plaats. Ja, hier word ik stil van. We mogen nog meer beseffen dat er heel veel samenkomt. Dat er iets wordt afgerond. Maar net ook al vanuit die nieuwe energie. Hè, dat er nieuwe dingen worden opgestart. Maar vooral alles waaraan is gebouwd de afgelopen tijd. Waar we misschien al heel lang op hebben gewacht. Dat dat eindelijk wordt afgewerkt, maar of dat compleet wordt, hè? dat allemaal samenvalt. Ik vind hier heel moeilijk de woorden voor, want ik zie eigenlijk drie werelden en dan denk ik, we hebben sowieso onze 3D-samenleving. Dan hebben we onze oude wereld, of onze maatschappij in het oude systeem. En dan hebben we die hele nieuwe wereld, hè, vanuit die hele nieuwe energie. En dat komt samen. En ik denk dat dat ook de manier is waarop het mag. Dat onze wereld transformeert. Dat onze hele maatschappij aan het transformeren is. Maar dat alles wat is ondernomen de afgelopen tijd, maar misschien zelfs de afgelopen jaren, eeuwen misschien, dat dat nu op een punt komt. En we kunnen zeggen, oké, we hebben alles gezien wat we moesten zien. We hebben de inzichten gekregen die we nodig hadden. En nu kunnen we perfect zien wat we kunnen gaan doen. Met wat er nu is, maar ook waar we naartoe willen. Weet je, ook het gevoel van het samenkomen, elkaar vinden. Ik zie heel veel stukjes gewoon samenvallen, samenkomen. Dit is onze inzichtskaart. Dus ja, het is alsof er nog eens wordt gezegd van ja, er is een heel groot stuk afgerond. Vertrouw daarop. Alles is goed, alles is compleet, alles is voltooid. Bepaalde processen, bepaalde zaken die zijn ondernomen, die zijn voltooid, ook binnen in onszelf, hè, want daar begint het uiteindelijk.
in onszelf. We hebben een bepaalde weg afgelegd. We zijn door een bepaald proces gegaan. En nu zijn we op dat punt gekomen dat we ons compleet kunnen voelen. Met onszelf. We zijn één met onszelf. En van daaruit gaan we helemaal in die nieuwe energie aanwezig zijn. Dit is ook nog, je zou kunnen zeggen transformatie. Maar ik zie het eerder als het vervolledigen van een heel proces, een heel transformatieproces. En dat kan zijn dat er nog een aantal verschuivingen zijn. Dat je voelt dat er nog een aantal dingen aan het veranderen zijn in jezelf. Maar dat is eigenlijk al een gevolg van een grote verandering waar je doorheen bent gegaan. Ik hoop dat jullie mij kunnen volgen. Dus we zijn al door die grote verandering heen gegaan. En nu zijn het nog die kleine stukjes die nog wat verschuiven binnen in onszelf. Om onszelf helemaal in die nieuwe wereld te plaatsen. Maar ook, ik wou zeggen onze nieuwe ik, maar eigenlijk is dat ons ware zelf. Hè. Wij die in direct contact staan met onszelf, met ons hogere zelf vooral. Dus je zou ook kunnen zeggen dat we die lagere energieën die aanwezig waren in onszelf of in ons leven, dat we daar afstand van hebben gedaan of dat we ons daar niet meer mee verbinden. Dat we steeds meer in contact komen met die hogere energie of met ons hogere zelf. En van daaruit heel fijn verder kunnen. En dat we dat ook gaan zien in onze maatschappij. Dat daar een mooie verschuiving plaatsvindt, maar eerder eentje die zegt van oké, dit is nog nodig om het compleet te maken, om het af te ronden. Eens kijken waar deze energie belangrijk voor is of waarom we deze boodschap krijgen. Na de volle maan, hè, we hebben nu nieuwe maan, begin van een nieuwe maancyclus en de energie zal zich opbouwen de komende 2 weken. En dan hebben we een volle maan. Dus ik ga eens kijken wat ik daarbij krijg. Waar wil de energie ons heen? Of waar wil de energie ons op voorbereiden? Dat kan ook. Oké. De koningin van aarde. Goh, weer zo'n stabiele, krachtige energie. En ook alweer die vrouwelijke energieën. We hebben al eerder de koningin van vuur. Ik zie dat een stukje onze eigen energie. Maar ook wij die dat ook kunnen voelen dat aanwezig is in onze omgeving. Maar dit is echt pure stabiliteit. Wij die ons meer thuis kunnen voelen. Ons veiliger kunnen gaan voelen de komende weken. De komende tijd. Wij die ons ook gewoon dichter bij onszelf gaan staan, meer in contact met onszelf gaan zijn, maar ook meer gegrond zullen zijn of ons zullen, gegrond zullen voelen. Zodat we dan het gevoel kunnen hebben dat we meer controle hebben over ons leven, maar op een heel zachte, losse manier. Hè? Dat we gewoon het gevoel hebben dat wij kunnen beslissen wat wij doen of wat voor ons belangrijk is. Dat we onze eigen beslissingen kunnen nemen. Dat we onze eigen keuzes kunnen maken. En dat we daar, dus ook een kaart die voor mij aangeeft, dat we onszelf zeker kunnen voelen. Maar vooral in ons eigen leven, meer één met onze omgeving. Onze directe omgeving, dus dat past wel bij die waterman-energie eigenlijk. In contact staan met onze directe omgeving, maar ook goed voor onszelf zorgen. En zorgen dat we onze eigen plek hebben, dat alles wat rondom ons is, alles wat we hebben bij ons, ook in onze woning, dat resoneert met wie we zijn en met onze eigen energie. Dus we gaan ons de komende weken meer gegrond voelen, geaard voelen. We gaan ons misschien wat meer richten op het praktische in ons leven, maar we gaan daarbij ook voelen dat we erop kunnen vertrouwen. Dat we op de energie kunnen vertrouwen en dat alles wat we nu opstarten, dat ons dat ook in de toekomst heel veel zekerheid, heel veel stabiliteit kan bieden. Oké, bijzondere reading. Het zal voor mij ook
nodig zijn om dit nog eens achteraf te bekijken. En ja, als ik nog extra inzichtjes hierbij krijg, dan zal ik ze zeker delen via de community. Laat me ook zeker weten wat deze kaarten met jou doen. Laat zeker iets achter in de opmerkingen. Als er bepaalde kaarten voor jou naar voren springen die jij misschien op een andere manier interpreteert, laat het me zeker weten. Geef deze video's ook zeker een likeje. Daar help je mij ook mee, daar steun je mij ook mee. Ik wil ook nog een keertje iedereen bedanken die iets heeft gedoneerd, die mij heeft gesteund op die manier. Want daardoor heb ik ook deze video alweer kunnen maken. En kan ik hopelijk de komende tijd ook weer wat meer video's openbaar gaan plaatsen. Nu, jullie weten het, als jullie mij ook willen volgen via mijn kanaal, als je lid wil worden. De knop om je aan te sluiten vind je onderaan iedere video. En mocht je graag de dagenergievideo's volgen, dan kan je ook je abonneren. De link vind je onderaan de video. Goh, ik wens jullie gewoon een fijne week toe. Geniet van deze nieuwe maan. Ze voelt voor mij behoorlijk zacht. Dus het is gewoon een tijd van kijken, voelen, een beetje interpreteren, onze tijd nemen om contact te maken met ook nieuwe dingen. En goed te gaan voelen van wat wij nodig hebben. Stel jezelf de vraag van waar heb ik behoefte aan? Wat geeft mij een goed gevoel? Wat past bij mijn nieuwe ik? Of wat past bij mijn ware zelf? Wat voelt goed voor mij? Dus ja, dit is nog een keertje. Helemaal voor onszelf zorgen. Zet jezelf centraal. En ik ga nog even in die fijne, warme energie. En dan hoop ik jullie heel snel terug te zien bij een volgende video. Heel veel liefs. Dag.